Hallo en welkom bij de Digital Innovation Podcast. Een podcast waarin we het hebben over de digitale innovatie in verschillende velden. Ik ben Rowin en vandaag zit hier bij mij een papa van twee kindjes die zichzelf al wel eens sportief durft te noemen, als hij tijd heeft. Voor zover als ik al heb kunnen zien, zal het vooral fietsen zijn. Maar blijkbaar hoort er ook tennis en lopen bij. Zeker. Burgerlijk ingenieur van opleiding, sinds begin dit jaar Business Unit Manager van Collective, de Custom Software Development Pod van ACA. En woont in de parel van de polderdorpen, Stabroek. Jan Vermeulen, welkom. Dankjewel. Jan, een eerste vraagje. Hoe vaak denk jij aan het Romeinse Rijk? Om de zeven seconden. Om de zeven seconden. Mannen, heel vaak. Heel vaak. Ja. Is dat echt zo? Passie uit het verleden eigenlijk. Ja, echt? Ook als student en als, vanaf de lagere school vond ik dat eigenlijk heel interessant. Strips van Asterix. Ja, ook van toch? Alex voor de kenners over het Romeinse Rijk. Niet. Nee. Superleuke strip, ja? Moet je eens opzoeken. Ja. Oké. Okay. Dus nee, en veel naar de Provence geweest, Italië en dergelijke. Oh, ruïnes bezocht en al. Dus, Oké, een echte fan. Echt een fan. Toen ik de vraag kreeg, kwam ik niet verder dan één keer per maand of zo. Maar, laat ons zeggen dat zeven seconden misschien overdreven is. Het zal wat overdreven zijn. Vooral verwijzen naar een leuke, leuke dingen van Lecter. Een leuke cartoon van Lecter. Maar ik heb daar vroeger wel passie voor gehad. Absoluut. Goed, de podcast van er is een special van Nerdland. Kleine aanrader over Rome. Fantastisch. Super. Maar daarvoor zijn we niet hier vandaag. Ah, ja. We gingen het hebben over custom software development. Right. Oké. Okay. Interessant. Ja, zeker. Misschien al eens beginnen met de essentie. Probeer eens custom software development uit te leggen aan een vijfjarige zonder de woorden code, programmeren of computer te gebruiken. Ja, schone binnenkomer, dankjewel. Dan gaan we eens een poging toe wagen. Custom software development. Uiteindelijk bouwen wij software op maat voor onze klanten. Onze klanten zijn bedrijven, ja. En op maat betekent ook dat we dus niet de volgende TikTok of Instagram of whatever dat vijfjarige op een gsm of zo gaan gebruiken. Ja. Dus we bouwen niet van die standaard software, maar eigenlijk echt een specifieke nood van een klant proberen we op te lossen met software. Die nood is vaak om bijvoorbeeld processen die ze hebben te gaan faciliteren of iets manueel werk dat ze hebben te gaan digitaliseren. Mm-hmm. We hebben daar een heel mooi duur woord voor, digitale transformatie, daar past het vaak in. Maar eigenlijk komt dat erop neer dat we de productiviteit van de mensen gaan verhogen door de software die wij gaan maken. En daar is natuurlijk altijd een voortraject bij waarin dat we met de klant gaan spreken over wat is het juist dat je nodig hebt en hoe kunnen we daar eigenlijk de best mogelijke oplossing voor. Dus uiteindelijk, processen die ze vandaag al hebben, gaan zeggen, we gaan ze in software gaan gieten. Bijvoorbeeld, en natuurlijk, het is nu simplistisch gezegd, maar het kan ook zijn dat ze zeggen van oké, wij moeten als bedrijf gaan veranderen, wij moeten op nieuwe dingen inzetten en wij hebben daar ondersteunende software voor nodig, maar dat gaat niet via een standaard pakket of iets dat al op de markt bestaat. Wij hebben specifieke noden als bedrijf om ons ook te kunnen differentiëren in de markt en dan komen ze bij ACA om daar specifieke software voor hun te gaan maken die hun gaat helpen differentiëren. Oké. Stel nu dat software development een fantastisch gerecht was in de keuken. Welke ingrediënten heb je nodig om dat gerecht te maken en welk recept? Scherpe vragen. fantastisch gerecht. Ik denk, het begint met kwaliteitsvolle ingrediënten. Hè. Dus daar zitten we voor ACA goed. Hè. Ik denk, ik ben nu een jaar in dienst bijna. En ook wel gemerkt dat we... Ja, dat we daar heel sterke mensen voor hebben. Heel sterke ingrediënten voor een goed gerechtje te maken. Dat is één, dan natuurlijk de werkwijze, hoe dat je een gerecht gaat maken. Ingrediënten is niet alles. Die werkwijze, dan gaan we naar een agile methodologie, waar we heel sterk in zijn. En die gaan eigenlijk heel hard ervoor zorgen dat we niet gewoon mensen hebben die iets goed kunnen, maar dat we ook iets goed voor de klant gaan maken. Dus ik denk dat daar een... belangrijk aspect in zit. Uiteindelijk het oog wil ook wat. Hè. In de topgerechten, daar ga je altijd een heel mooie visualisatie hebben, als ik dat zo over gerechten kan zeggen. En wel, dan spreken we bij ons over UI UX, hè. Het werk dat onze studio kan gaan doen, om eigenlijk er ook voor te zorgen dat wat we maken eigenlijk heel hard geapprecieerd wordt en gebruiksvriendelijk is voor de klanten waar we het eigenlijk voor gaan maken. Dus als ik het goed begrijp, zit daar niet alleen het stukje ontwikkeling in, maar, hè, want je spreekt nu over UI, UX, hoe dat het eruit ziet, daar wat design gaan doen,
het gaat wel breder dan enkel absoluut, het stukje absoluut, development zelf. Ja. En we zijn ook ooit begonnen van een Agile Software Factory, zal ik zeggen, waarin dat we vooral de methodologie eigenlijk nog belangrijker was dan de technologie die we gaan gebruiken, omdat die methodologie ervoor gaat zorgen dat wat we bouwen zijn nut heeft en echt die productiviteit voor mensen en dergelijke, of die differentiatie gaat creëren. Ja. Dus agile aanpak is iets belangrijk, maar ook het definiëren van wat we gaan moeten bouwen aan de hand van eventstorming, workshops of domain-driven design. Analyses is ook iets waar wij heel hard mee op inzetten, waar we veel experten in hebben. We hebben niet enkel technische experten, maar ook mensen die daarmee bezig zijn. En dat komt dan ook mee in het vaarwater, in de samenwerking met onze andere afdelingen, zoals Studio, die dat dan voornamelijk design thinking principes gaan toepassen en UI UX gaan verhogen van onze toepassing. Maar het gaat zelfs nog meer naar de linkerkant, naar de shift left, zoals we zeggen, om echt service design te gaan toepassen. En nog voordat de klant weet wat voor applicatie dat ze mogelijk gaan nodig hebben, echt gewoon echt kijken, hebben we wel een applicatie nodig? Wat willen we juist gaan bereiken? Ja. Waar zijn wij als klant mee bezig? En hoe kunnen wij ons nog verder in nieuwe domeinen gaan specialiseren? Of hoe kunnen we in een bepaald sterk domein dan nog verder gaan uitbreiden en dergelijke? Dus heel dat service design is ook iets waar we mee als CA kunnen gaan uitbreiden. Dus echt om te zeggen, van we zijn van begin... begin... Wat is het begin? Wanneer het zeggen we... Het allerbegin, ja. Ik denk, het kan heel... Opgestart en we zijn daar. Voilà. En dan zijn we daar om te helpen. Voilà. Nee, het gaat uiteindelijk ook over dat... vanaf dat er nog maar zelfs een vaag idee van, we zouden eens een keer moeten nadenken over, daar kunnen we eigenlijk al... zijn geen mensen van mijn business unit, maar binnen ACA wel hebben we daar een aparte afdeling die dat daar echt mee bezig is om te gaan meehelpen bij die klant van, oké, aan de hand van workshops en aan de hand van dat service design mee gaan definiëren van wat kan interessant zijn, hoe verhoudt jullie business zich tot concurrentie, tot markttrends, en hoe moeten we daar, waar moeten we eerst naartoe gaan werken, om dan in vervolg workshoppen en eventstorming en dergelijke echt richting application development te gaan. Maar heel het traject ervoor is ook iets waar wij zeker mee kunnen gaan helpen. Want dat is op zich ook, als ik het goed begrijp, vanuit die agile methodologie, is dat ook wel een stuk wat daarin zit. Maar dan spreken we wanneer dat we effectief de software aan het bouwen zijn. Ja. Dat we daar zeggen, oké, we zijn hier nu aan het bouwen, maar terwijl dat we aan het bouwen zijn, zijn we ook nog samen aan het nadenken. Absoluut. Want, noden kunnen ook wel eens veranderen. Dat is het basisprincipe van agility, is dat je eigenlijk, je weet op voorhand nooit exact wat je gaat. Misschien 20 jaar geleden dachten we dat, maar we weten ondertussen allemaal dat dat niet het geval is. Dus we weten dat voortschrijdend inzicht, op het moment dat we iets bouwen en dat we dat in een demo, een sprintdemo aan een klant gaan laten zien, gaat die klant ook nieuwe inzichten krijgen. En ondanks dat we misschien perfect gebouwd wat die klant aan het begin van de sprint gevraagd heeft, door het te zien en door het tastbaar te maken, gaat hij kunnen zeggen, oké, ik zie het nu, het klopt inderdaad, maar met dat ik het nu zie, gaat het toch een beetje anders. En dat is heel het agile principe, waarin dat wij dan in de volgende sprints verder gaan fine-tunen en dat op het einde van de rit, het einde van de bouwrit dan, dat we echt een oplossing hebben die perfect op maat is van de klant op dat moment van het einde, wat hij daar met de voortschrijdende inzichten... En niet wat hij in het begin wou. En niet wat hij in het begin wou, zonder dat hij iets gezien had, of dat hij nog maar zelf zonder ondersteuning over had nagedacht. Ja, en ondertussen zijn wij ook aan het leren. Absoluut. En leren wij de klant beter gaan kennen en kunnen wij ook zelfs proactiever met voorstellen gaan komen van, kijk, u had deze gevraagd, maar misschien, met dat we de voorbije sprints gezien hebben, dat soort feedback komt, misschien kunnen we beter in één keer deze weg inslaan voor de stories, functionaliteiten. Ja, inderdaad. Als we het dan toch over leren hebben, ik veronderstel dat wij als ACA zo nu en dan ook wel eens willen bijleren. Absoluut. Wij volgen de nieuwere trends in de markt. Dat hoop ik toch. Wat zijn zo die nieuwe trends die er nu zitten aan te komen? Ja, om niet te ver in technologie te gaan, maar ik denk wat de overkoepelende zaken die heel veel terugkomen is time to market. Er is heel veel vraag voor digitalisatie. En dat gaat heel... En hoe meer vraag, hoe sneller dat opgeleverd moet worden. En dan kijken we vooral de implementatie van dat soort trends is eigenlijk productiviteit van onze teams dan. Om ervoor te zorgen dat er meer en meer abstractielagen komen, dat we via DevOps eigenlijk heel snel zaken kunnen gaan opleveren. Maar ook dat we technieken à la AI, het
is 10 minuten geduurd voor ik AI dat is al mooi. Dat was gisteren op een meetup, was dat zo, de wedstrijd om ter snelste AI, om ter laatste AI vermelden. Maar dus AI gaan gebruiken, hoe dat we die bijvoorbeeld kunnen gaan inzetten om geautomatiseerde testen te gaan schrijven, of gewoon de AI-ondersteuning van onze ontwikkelaars om ze productiever te maken, maar ook low-code past daar zeker onder, waarin dat we low-code platformen gaan gebruiken om de snelheid van ontwikkeling van onze maatoplossingen, om die met een factor 2, 3 nog te gaan versnellen. Dus dat is een belangrijke trend. En daarnaast ook business agility uiteindelijk. Hè. Dus time to market van nieuwe oplossingen, maar business agility heeft ook voor een stuk te maken met time to market van aanpassingen daarvan. Hè. De markt varieert constant en bedrijven moeten zich constant kunnen blijven aanpassen daar naartoe. En daarom gaan ze, gaan wij ook proberen te helpen door een bepaalde architecturale principes te kunnen gaan implementeren. Gaan we ook voor zorgen dat als er changes komen, dat we die veel sneller kunnen gaan inzetten en dat de klant sneller geholpen is om de kar of het roer van richting te kunnen draaien op digitaal vlak. Is dat dan een richting in de zin van, we stellen onze architectuur daar zo wat op af, zodat het makkelijk wordt? Of sturen we eerder in de richting van kleinere pakketjes, kleinere oplossingen waar dat we op werken, zodat het makkelijker wordt om te zeggen van oké, dit is nu een opgeleverd geheel en we gaan naar het volgende? Of is het... Het is een combinatie van de twee eigenlijk, want we gaan onze architectuur erop afstemmen, zodat we eigenlijk in kleine pakketjes, microservices, is alom gekend ondertussen natuurlijk, hè, we gaan die laten samenwerken op basis van API's, maar ook data mesh en dergelijke. Op vlak van data is een nieuwe trend waar we ACA hard op inzetten. Op vlak van dataniveau, dat die data op een heel vlotte manier kan aangepast en met elkaar gaan samenwerken. En dus op architectuurvlak start dat al om de foundations te gaan leggen, om daarna sneller te kunnen nieuwe services aanbieden, services vervangen door nieuwe technologie of door een aangepast pakket of bijvoorbeeld iets dat custom gebouwd is geweest, maar op een gegeven moment zien we dat daar een pakket is dat eigenlijk alle noden vervult en beter is, dan kan die specifieke service vervangen worden door een pakket of omgekeerd. Hè. Dus als je met je architectuur rekening houdt met het feit dat zaken kunnen veranderen en zullen veranderen, en dat je zo je componentjes uit je architectuur op een vlottere manier gaat kunnen... Ja, dan kun je eigenlijk altijd zeggen, dit stukje is nu niet meer helemaal hoe dat we het willen, we kunnen we makkelijk eruit halen en dan op die manier die agility wat ondersteunen. Klopt, eerder in het verhaal spraken we over abstractielagen die we gaan toevoegen. Wat bedoelt je daar juist mee? Uiteindelijk, dat is al een trend die heel lang natuurlijk leeft. Voor low-code is het summum, zal ik zeggen, ervan. Ja. Maar je gaat eigenlijk proberen... vroeger waren, ik weet nog, tijdens mijn studie, hebben we daar nog assembler geprogrammeerd. Heb ik ook gedaan. Dat gaat uiteindelijk over net het laagje boven de nulletjes en de eentjes. En natuurlijk komen daar later, ik slaag wat stappen over, maar komen daar Java-programmeertalen over. Waar het eigenlijk een enorme abstractielaag is ten opzichte... Uiteindelijk wordt het allemaal vertaald naar eentjes en nulletjes. Maar ook binnen Java krijg je frameworks zoals Spring en dergelijke, die wederom de productiviteit gaan boosten. Nu, dat gaat verder en verder en verder. En ook dus zelfs als je custom software development niet met low-code doet, maar met Java, .NET, Python en dergelijke, ga je frameworks gaan gebruiken. Die frameworks gaan steeds productiever worden. Je gaat Spring Boot-achtige zaken gebruiken die eigenlijk je een head start geven om snel te gaan ontwikkelen. Dus dat bedoel ik met abstractielagen, om eigenlijk die productiviteit door eigenlijk... zoals we dat noemen, boilerplate-achtige zaken te gaan vermijden, dat die automatisch voor jou worden gedaan of voor de ontwikkelaars worden gedaan, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen focussen op het genereren van business value eigenlijk. Ja. Hè. Het summum is dan richting low-code, is dat het echt puur visueel wordt gedaan en dat je eigenlijk met de echte techniciteiten, de diep techniciteiten minder rekening moet houden. Dat echt diep met je klant kunt gaan, kan samenzitten en echt puur op vlak van schermen en vlak van logica, puur daarop kunt gaan focussen. Ja, focussen op wat dat die klant echt nodig heeft om die business agility te kunnen, kunnen ondersteunen. En die interacties met die klanten ook nog vlotter te gaan maken. Ja, ja. Je vermeldde daar net al Java. Mm-hmm. Dat is niet de enige programmeertaal die we gebruiken. Nee, klopt. Hoe maken we die keuze?
Ja, in de markt bestaan er natuurlijk heel veel talen. Hè. We ondersteunen binnen ACA zowel Java, .NET, Python. Ja. Low-code gaat meer en meer opkomen natuurlijk ook. Ja, hoe maken we die keuze? Heel vaak wordt die keuze eigenlijk door klanten gemaakt. Ja. Dus we gewoon nog maar nemen Java ten opzichte van .NET. Hè. Dat is de typische filosofische en de vroegere hackathons tegen elkaar en zo, waar we nog deel van hebben uitgemaakt. Dus dat blijft leven, maar in die end is dat een filosofische, culturele keuze. Okay. En de bedrijven hebben hun keuze min of meer gemaakt. En eigenlijk ook voor ACA, we zijn altijd vanuit Java vertrokken zoveel jaren, 20 jaar geleden. Maar we hebben nu ook, met de overname van Flowpilot, zijn wij eigenlijk een heel mooi en ervaren .NET-team daarbij. Mm-hmm. Maar de grootste sterkte van ACA, namelijk dat agile software development, dat is voor beide van toepassing. Dus eigenlijk kunnen we dat principe en die meerwaarde voor meer klanten nu gaan toepassen, omdat we dus dat ook kunnen aanbieden in .NET, maar ook in Python en in low-code. Ja. Dus dat zal eerder keuze vanuit de klant zijn, maar dat zij de traditie die zij hebben bij wijze van spreken. Meestal wel. Ik kan zeggen, er zijn natuurlijk sommige RFP's of vragen van klanten, staat het open. Maar als een klant heel veel Java-toepassingen heeft en wij komen daarmee een .NET-oplossing, ik zou het persoonlijk zelf niet aan de klant aanbevelen, want uiteindelijk moet je als klant ook gaan rationaliseren, zoals we zeggen, zodat je eigenlijk het onderhoud van je applicatieportfolio zo eenvoudig mogelijk maakt. Want als je 5 applicaties in Java en 6 in .NET en nog een paar in Python en zo, dan moet je supportteam, ondersteunteam gaat veel werk hebben om dat eigenlijk allemaal op de hoogte in de lucht te kunnen gaan houden. Dat is gewoon een extra complexiteit. Ja, inderdaad. Misschien dan nog een laatste vraag. Wat denk jij dan nog relevant is voor de luisteraars om te weten over custom software development? Misschien een bepaald cliché dat je graag uit de wereld wil helpen? Ja, dat custom software development duur is misschien, traag is, ten opzichte van pakketten, dat het minder en minder wordt, custom software development. Allemaal niet waar. Hè. Allemaal clichés die we... Ik zie eigenlijk eerder een trend dat het meer en meer terug naar custom software development gaat, ten opzichte van pakketten. Omdat het zo gemakkelijk aansluit? Omdat de productiviteit, serieus aan het verhogen is, hè, waardoor dat we toch veel sneller op maat oplossingen kunnen brengen. Klanten willen differentiëren. En met een SAP-pakket of een ander pakket kan je niet echt differentiëren, want je gaat eigenlijk een soort standaard die iedereen al heeft gaan hergebruiken. En dat wordt natuurlijk wel gezegd van je kunt het customiseren, maar dat is nu eigenlijk wat je met een pakket niet te veel mag doen, want een pakket heeft het voordeel dat het er zogezegd snel staat, customisatie en klaar. Ja. Maar in realiteit gaan klanten dan toch willen hun eigen ding ermee doen en dan worden die trajecten vaak soms nog langer dan sommige goede software die op maat trajecten die wij kunnen aanbieden. Dus ik zie toch meer over een scalpelke. Ja, en uiteindelijk om echt te krijgen wat je wil en waar je mee wil differentiëren, ga je met custom software development sneller. Ik heb recent, een paar jaar geleden ook zelfs nog, op een gegeven moment hadden we met low-code voor een bepaalde klant een offerte gemaakt. En er was een andere offerte ook voor een pakket, voor dezelfde noden. En we waren eigenlijk met low-code goedkoper en sneller om het op te leveren dan het pakket te implementeren en te customiseren. Okay. Ja. Dus om maar te zeggen van, de traagheid en de kostprijs gaat, en daardoor ook het risico, hè, want als je een traject van 5 jaar bouwen of zoiets hebt, hè, dat is ten eerste heel duur, maar ten tweede gaat dat ook, geeft dat risico's met zich mee. Hè. Tuurlijk, we zeggen wel, hè, je voortschrijdend inzicht, maar toch gaat dat, als je 5 jaar op voorhand toch al een idee moet gaan hebben, dat is moeilijker. Ja. Dus door de snellere time to market in deeltjes gaan opleveren, gaat dat toch dat risico kunnen beperken en gaat er gewoon echt differentiërende software hebben, die dat toch niet duurder is dan pakketten implementeren zoals een SAP of dergelijke. Ja. Dat lijkt mij inderdaad een cliché dat ik al een paar keer gehoord heb. Dus, het is niet waar, hoor. Het is niet waar. Bij deze opgevraagd. Ja, nee, goed. Bedankt, Jan, voor de babbel. Ik vond het heel interessant. Ik denk dat we achteraf nog wel eens verder kunnen babbelen. Ik denk het ook. Bedankt alleszins om te luisteren ook. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.acagroep.be of ons op een andere manier contacteren. Altijd welkom voor een koffietje, denk ik. Absoluut. En eens verder te kijken.